Nou, dit is mijn terras. En dat is mijn uitzicht. En iedereen die geniet met me mee als ik hier recreëer. Waar Ron Pepperster zich ook bevindt op zijn dakterras, overal weet hij zich bespied door de bovenste verdiepingen van het nabijgelegen appartementencomplex. Het is niet alleen de bewoners. Ik geloof dat er een stuk of 45 bewoners zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om alle mensen die in het trappenhuis daar komen. Familie, vrienden, verzorgenden, noem het maar op. De flat is eigendom van woonstichting De Leistromen. Hij werd gebouwd in 2005. Pepperster woonde toen al 10 jaar in zijn huidige woning. Nog nooit zijn ze ingegaan op het feit dat ik zeg, jongens, zullen we om de tafel gaan zitten en dan gaan we kijken hoe we het voor iedereen zo snel mogelijk kunnen oplossen. Dat hebben ze nog nooit gewild. In het appartementencomplex wonen nu mensen met een lichamelijke beperking. Om het leed voor Pepperster een beetje te verzachten, heeft de woonstichting plakfolie op de ramen aangebracht. En het erg is, die mensen die hebben dus totaal geen uitzicht. Die kijken de hele dag tegen een groot melkwit plakplastic ding aan. Die mensen worden gewoon gebruikt eigenlijk door Leistromen om onder hun contract uit te komen. Want afgesproken was dat de woonstichting speciale lamellen zou aanbrengen in de bovenste appartementen. De Goorlenaar procedeert al 10 jaar om de woonstichting aan die afspraak te houden. Telkens wordt hij in het gelijk gesteld, maar er gebeurt niks. Als je kijkt naar de regels, dan is het helder. Er moet een garantie zijn voor mijn cliënt dat hij hier ongestoord kan genieten. Zeg, het is lekker weer vandaag. Kriebelt het niet een beetje nu? Ja, dat weet ik, maar sinds 2004 kan dat niet meer en zal ik dat ook niet doen. Woonstichting De Leistromen was niet bereikbaar voor commentaar. En ondertussen stapt Pepperster binnenkort voor de zoveelste keer naar de rechter. In de hoop ooit weer te kunnen genieten, al dan niet in zijn naki op zijn dakterras. Net zo goed als dat die mensen slachtoffer zijn, ben ik ook slachtoffer. Slachtoffer van een woningstichting die een asociaal beleid voert. Daar ben ik slachtoffer van.